Was het voormalige slachthuis aan de JD van Leeuwenstraat jarenlang een bouwval, sinds het opknappen van de gebouwen en het terrein heeft het nu een bestemming gekregen die past in het huidige tijdsbeeld. Het is een plaats geworden waar beginnende ondernemers hun talenten kunnen ontplooien. Zo is er onder andere een schoonheidssalon, kunstatelier en een sport- en leisurecentrum te vinden. Onlangs was er een open dag waar enkele honderden mensen een kijkje kwamen nemen in het fraai gerestaureerde complex. We spraken met een aantal mensen die naar de volle tevredenheid werken in het voormalige slachthuis. Ik ben Nathalie van Soest, eigenaresse van Pureview en Health & Beauty en een nieuwe bewoonster van het JD van Leeuwenstraat nummer 17 hier op het voormalige slachthuisterrein. Wij zijn heel breed. Wij doen gelaatsbehandelingen, pedicurebehandelingen, massages geven wij, wimperextensions verzorgen wij, bruidsmake-up, allerlei soorten make-up. Dus echt het volledige pakket aan beauty en huidverbetering. Ik ben Marjanke de Bruin van Mus Atelier en ik heb hier op het terrein een mooie grote atelier, schildersatelier. Ik ben beeldend kunstenaar. Mus staat voor M, van mijn voornaam Marjanke, M's Untold Stories. Marjanke's onvertelde verhalen. En daarom heet ik inmiddels ook Mus. Want ik werkte altijd in ruimtes die tijdelijk waren en nu zocht ik naar een vaste ruimte. En toen had Branko net dit hele pand zo prachtig mooi opgeknapt. En toen vond ik hier 100 vierkante meter, daar kon ik net in. En daar heb ik me gevestigd. Heel fijne ruimte, mooi hoog. Eigenlijk elke dag hier aan het werk. Je kan altijd zien of Musje aanwezig is of niet. En anders kun je altijd kijken op mijn website www.mus-atelier.nl. We liepen tijdens de open dag ook een aantal omwonenden tegen het lijf. Ik ben Henk de Weert en ik woon in de Leerstraat nummer 6. En we zijn ontzettend blij dat hier de open dag weer is. En we hopen dat het allemaal een succes zal worden. U hebt het natuurlijk zien verpauperen door de jaren heen, dat slachthuis. Op dit moment een fantastisch complex. Zonder meer. Daar zijn we heel erg blij in de buurt mee. Dus tot de mensen het toch, op het ieder geval Branko het even aangepakt om het heel netjes te gaan maken. En daar zijn we ontzettend blij mee. Een voorbeeld voor Tiel? Ja, zonder meer. Zonder meer. Het is echt schitterend. Ik ben Louis van Nieuwijk en ik woon hier in de JD van Leeuwenstraat, op nummer 8. Ik ben heel blij met de situatie zoals nu is. Dat het helemaal opgeknapt is, het complex. Dat er een wellness is en dat er een, van alles in zit eigenlijk. Meerdere zaken, meerdere bedrijven. We zijn er blij mee. Liever dit dan het verpauperde slaghuis. Ik vind het mooi opgeknapt. Okay. Dus we gaan eerst even onze benen schuin eroverheen. En dan wikkel je je hielen eromheen. Zet ze tegen elkaar aan. En zet je handen aan de grond. Ja. Ik geef Tai Chi les op de Jan D. van Leeuwenstraat in Tiel. Dus ik geef nu een proefles om mensen te laten ervaren dat je zonder spierspanning toch sterk bent. Door middel van bepaalde testjes en houdingen die ik eruit pak en zo sterk kan staan.
Nou, je kan je hier zowel inspannen als ontspannen onder één dak. Ik ga geven Zumba, bootcamp, boksen in verschillende niveaus. BBB, buik, binnen, benen, steps, power steps. Yoga, power yoga. En in de toekomst komt er ook een hatha yoga bij. En als jij je lekker hebt ingespannen bij mij in de les, dan kun je daarna lekker relaxed in de jacuzzi even lekker bijkletsen in het relaxcafé met je vriend of vriendin. En daarnaast kun je nog lekker in de Finse sauna, infrarood of de stoomcabine. Het voormalige slachthuis in Tiel aan de J.D. van Leeuwenstraat. Een mooi voorbeeld hoe ondernemers, de lokale en regionale overheid samenwerken om tot een vernieuwde bestemming te komen en zo opnieuw een mooi stukje Tiel tot ontwikkeling hebben gebracht. Klaar voor de toekomst.